welcome to a new video about farming enterprise Franzen Agriculture, where we not only focus on their arable farm in the Netherlands, but also the farming company in Senegal. It's spring 2023 when we meet up with farmer Frank Franzen to talk about the farm in Senegal and how the operation is run over there. Ja, Niels, we hebben de stap in 2018 gemaakt om ook te gaan telen, of eigenlijk begin eind 2018 te gaan telen in Senegal. We exporteren onze aardappelen en uien daar naartoe. Ja, we zijn er toch al geïntegreerd in het land en zodoende hebben we een goede bevriende connectie die we daar een akkerbouwbedrijf starten en we hebben toch die stap gemaakt. Vandaag de dag is het bedrijf gegroeid daar naar een goede 200 hectare. Volledig in de drip met bazins, het oppompen van het water wat in het zomerseizoen eigenlijk echt noodzakelijk is. Je moet voorstellen, het regenseizoen is van 1 juli tot 1 september. Dan valt er 600-700 mm water en daarna is het altijd mooi weer. Het is ideaal als boer zijn, hè? Je kan altijd plannen, je kan alles regelen, het is goed weer. Ja, onze mensen maken hier de machines klaar en gaan af en toe op en neer. Plus we hebben een vaste crew, of twee jongens die ons gewoon in het teeltseizoen op en neer vliegen en daar de boel organiseren en regelen. En we hebben gewoon een hartstikke goede club Senegalese mensen die onder begeleiding van ons het bedrijf runnen. Hoofdzakelijk sperziebonen, aardappelen, uien, peper, meloen en nog wat kleine andere groentegewassen. Persiebonen die worden geëxporteerd naar Europa en de watermeloen ook naar Spanje. En voor de rest is alles lokaal, wordt gewoon verkocht op de markten en overal. En je ziet gewoon de bevolking groeit hard. Voedsel is iets wat daar nog veel meer core business is als de telefoon is ook belangrijk, maar de televisie en het huis en de auto maakt allemaal niet zoveel uit. We zitten vlakbij het nieuwe vliegveld en een mooie plek, stabiel land en vandaag de dag zeker een aanwinst of een aanvulling op ons bedrijf. De kern is wel vandaag de dag dat we wel in Nederland een bepaalde schaalgrootte hebben waar we zeggen ja, gaan wij nou nog veel meer rendement, veel meer werkplezier uithalen om de oppervlakte nog eens een keer twee te doen. Met het risico van het weer, dure machines, het rendement op het akkerbouwbedrijf in Nederland. Daar hebben we toch wel een beetje onze twijfel over. Los van de bijkomende problematiek van natuur, van schone erf, schone sloot. En ik noem maar op, heel veel andere dingen die er mee tellen. Ja, daar hebben we wel de koers voorzichtig ingezet in 2018-19. En eigenlijk voorlopig gaan we wel die koers volgen dat we in het buitenland eerder zullen versnellen nog als in Nederland. En dat heb een stuk rendement, een stuk werkplezier. Ik blijf hier wel wonen, want het is in Nederland toch altijd nog wel even goed geregeld. Hè? Een onderdeeltje kan je halen, er zijn technische mensen, het is allemaal, er is ook heel veel dingen goed geregeld. En als je naar buitenland gaat, beginnen is niet moeilijk, volhouden is de kunst. Maar als die trein ook draait, dan gaat het wel hartstikke goed en is het ook echt leuk om daar te zijn. Much of the same crops are being grown on the farm in Holland this year. Frank talks us through the cropping plan for the year and what changes are made. Ja, we hebben het bouwplan is redelijk hetzelfde dit jaar. Het komt soms wel eens met een perceel wat beter uit of het ene jaar wat meer aardappelen of minder aardappelen zijn. Dit jaar komt er toevallig wat meer aardappelen. Uien is wat minder. Spruiten groeien we iets in, maar het is meer ook weer op baal van perceels. Afhankelijkheid een beetje, want je gaat niet een perceel van 20 hectare en twee knippen, omdat ik dan het liefst ieder jaar precies hetzelfde areaal van een bepaald gewas wil hebben. Dus er zijn weinig
weinig grote veranderingen. De wortelteelt is definitief exit. We hebben daar gewoon afscheid van genomen. En, misschien dat voor het jaar de prijs wat hoger is of niet, maar dat staat er los van. We geloven niet vandaag de dag in een gezonde renderende wortelteelt waarbij in de retail de juiste prijs kunnen maken voor de sterke kostprijsstijgingen. We zien gewoon, het is ook een teelt die met lange bewaring enorm veel kosten met zich meebrengt. Nou ja, we hoeven niet te weten wat de energie doet. Wat een houten kist van 100 euro naar 140 euro. Ja, en dan alle risico's van die dat het klimaat nog eens een keer in september hadden we ook bijvoorbeeld 280 mm hier. Nou, dat had dan weer mogelijk cruciale gevolgen voor de wortelteelt gehad. Dus, de kistenwagens zijn verkocht en de rooien zijn we nog in onderhandeling om die ook definitief naar een eindklant te krijgen. Voor ons is die, bij mij komt die niet meer terug. Last season had a large financial impact on the company due to serious price increases for almost all inputs. Frank tells us more about how this has impacted the business and what is done to counter these high costs. Ja, het was natuurlijk wel een beetje schrik, hè? Want wij proberen met kwartaalcijfers te werken en we streven ernaar om zo een beetje gevoel te hebben met sturing van cijfers, liquiditeit, prognoses. We hebben meerdere bedrijven in ons beheer en als we daar niet een beetje op sturen, dan is dat best moeilijk. Dus vandaar waren we echt wel geschrokken tot 1 juli van de stijging van alles wat er op ons afkwam. Die stijging is doorgezet. Hè. Machines zijn duurder geworden, personeel hebben we ook gecorrigeerd. In dit jaar, als vrije teler, slaan we wel raak. Dus die 300.000-400.000 euro even aan extra kosten dit jaar op ons bedrijf, die doen wel zeer. Die hebben van de zomer was echt de bodem meer in zicht. Omdat het zo hard eruit ging. Onderhoud van gasolie met beregenen, alles erop en eraan. Het gleed gewoon weg uit je vingers, het geld. Kijk, en nu komt dat terug doordat je goede prijzen hebt. En die prijs zal misschien heus wel eens 10% zakken, kostprijs. Maar met deze wereldeconomie op dit moment kan het alle kanten op. Als individuele ondernemer hebben we daar gewoon geen grip op. It is time for some tech talk. What new pieces of machinery have been purchased and what tractors were traded in against new ones? We hebben de uienzaaier van aangepast van normaal deden we uienzaaien met brede banden. Nu gaan we met smalle banden zaaien op 3 meter spoor. Dus we hebben de trekker aangepast op 3 meter spoor, zodat we daarmee kunnen gaan uienzaaien. Een schoffelbalk, een camera gestuurde schoffelbalk hebben we gekocht. En een wietegg hebben we gekocht om de onkruidbestrijding in spruiten mechanisch te gaan doen. De onkruidbestrijding in uien. Mechanisch met chemie. Omdat we weten dat er een heel pakket middelen verdwijnt. En we dit jaar gewoon gaan oefenen. Ik zie het als oefenen om te kijken, kunnen we dat onder de knie krijgen. Eind van het jaar nog wel wat trekkers gewisseld. Meer vanwege het feit van dat er toch concreet ook wel een hele goede vraag was naar tweedehands. We hebben vorig jaar al wat afspraken gemaakt hadden met onze dealer. Mits een bepaald bedrag, dan wil ik eigenlijk wel een trekker bestellen op dat prijsniveau. En dan kijken wat de restwaarde gedaan heeft van de trekkers. Dus er komen een aantal nieuwe trekkers aan. Een nieuwe 516 en 942. En eind van het jaar hebben we een afspraak gemaakt dat de 728, de vervanger van de 724, 828 type vent, dat we daar ook mee een stap gaan maken. En de rupstrekker hebben we verkocht. Dus die hebben we tegen een voor ons acceptabel niveau afscheid van kunnen nemen. Evenals de oude 942 die gewoon in deze markt gewoon toch wel heel veel geld blijft opleveren. Dus wel bijzonder. Finally, Frank wants to talk a little more about the strict regulation that has hit the farm, mainly towards crop protection chemicals.
wij zien toch wel de politiek met wet en regelgeving die op ons afkomt, die eindelijk gewoon de ene keer naar links en de andere keer naar rechts beweegt. Waar we gewoon echt wel als bedrijf echt wel netjes mee willen sturen, maar dat het gewoon lastig is. Ik had daarom ook toch wel een paar speerpunten wil ik benoemen in ons bedrijf. Wij proberen echt het zo goed mogelijk voor het milieu op te pakken door allerlei spuittechnieken, weerstations, taakkaarten, bemestingen enzovoort. Schone Erf, Schone Sloot is eigenlijk in combinatie met de Milieudienst en het Waterschap een project waarin we meewerken om erfemissies te voorkomen. Het is een projectgroep waar we een vrijwilliger hebben meegedaan. En daar hebben we gezien dat in het jaar waarop je moet letten, andere rijbewegingen, kisten binnen, tulpontsmetten binnen, andere heftruckbewegingen, vervoer van het erf naar het land, allemaal zulke soort dingen, beter opletten, let op emissies, één druppeltje geeft zoveel emissie daar. Enerzijds ook wel een beetje geschrokken van wat je allemaal vindt. We doen ons best, weet dat, BV Nederland. Wij doen ons best om het beter te maken, maar we kunnen het ook niet vanaf de ene dag op de andere dag reduceren naar nul. Vorig jaar is daardoor een controle gekomen. Net voor de kerst hebben we een brief gehad, een wat boze brief dat we in alle mogelijke en onmogelijke dingen de boel overtreden. Los van de manier net voor de kerst zo'n brief sturen is al niet heerlijk, maar goed. Eigenlijk om het verhaal niet te lang te maken is de conclusie dat er bij ons middelen op het erf zijn gevonden in de zinkputten. Van middelen die we dus nooit gebruikt hebben, waar we wel overtreden. Middelen die 12 jaar geleden voor het laatst gebruikt zijn op ons bedrijf, waar wel te hoge concentraties gevonden worden. Ook middelen zijn gevonden van een teelt in 2022. Die niet op dat bedrijf voortkwam, op een ander bedrijf. En al deze vragen ga je dan terug ventileren van ja, hoe kan ik het dan überhaupt goed doen? Dat blijft bij mij wel. En als we dat ook naar de controleurs weer leggen, dan zitten die daar ook mee. Dus met andere woorden, iedereen zit daar mee. Hun ook wel, alleen de wet is de wet. En daar behoren ze naar te handhaven. Alleen wij moeten dan weer proberen de rust te vinden en te ventileren van joh, hoe kan ik zo netjes mogelijk bij de wet? Dat baart me zorgen. Want we weten allemaal, we moeten naar minder chemie. Minder gewasbeschermingsmiddelen. De volgende keer als ze weer komen, ze meten weer in de putten. En weer die emissies. Dat ze feitelijk kunnen zeggen, nou, je moet gewoon stoppen. We gaan een dwangsom opleggen. Van 2500 euro. Dan wordt het in één keer 10.000. Dan wordt het misschien 25.000. Kijk, en ik zou daar wel vrede mee hebben als ik het kon verklaren, maar wij doen er echt wel alles aan om het goed te krijgen en het lukt, we gaan dat gewoon nooit redden. Datzelfde als jij morgen zegt, ik verwacht wel dat ik volgende week een keer naar de maan kan vliegen, dan ga je ook niet redden. Dat weet je gewoon. En dat is hier ook mee. Ik heb erover gedacht, maar ik heb het toch gewoon gezegd dat dit bij ons speelt en dat het ook terug is aan de rest van Nederland, dat je niet de enige bent die daarmee worstelt en dat dat op ons afkomt en dat we daar ook misschien het ambtelijk apparaat daar ook gewoon stapje voor stapje mee om moet gaan en niet in één keer dwingend. Het kenniscentrum is eigenlijk een kantoor ontvangstruimte waar ik groepen kan ontvangen die kunnen vertellen wat we doen. We kunnen studenten een plekje geven, we kunnen onderzoeksinstituten, bedrijven kunnen trainingen geven en daar gaan we mee bouwen. In combinatie gaan we ook nog een stuk werkplaats bouwen en ook een ruimte waar we scholieren kunnen laten werken, bekijken, les kunnen krijgen over het gebruik van machines enzovoort. En er staat ook op de nominatie om gelijktijdig een nieuwe machineberging te bouwen. Omdat we met onze kisten moet alles binnenkomen te staan, hebben we gewoon tekort ruimte om onze machines ook allemaal nog fatsoenlijk binnen te zetten. Dus het is een kwestie of kisten naar buiten of machines naar buiten. In het kader van de Schone Erf, Schone Sloot zeggen ze gewoon, doe alles binnen. Dat betekent dat we dus toch een nieuwe machineopslag bouwen van 2500 vierkante meter. En daarin gaan we een wasplaats inrichten. Met een olie- en vetafscheider. Waarbij dus heel erg gestuurd wordt weer op die erfemissies. En hebben we met andere collega akkerbouwbedrijven om tafel gezeten met de Milieudienst in het Waterschap. Van, hoe moeten we dit nou doen?
En eigenlijk is de stelregel vandaag de dag in Nederland gewoon, in ons gebied, emissie moet 0 zijn. Niet 0,005 of 4, of, nee, 0. Wij dachten dat te realiseren toen we begonnen door overdekt af te gaan spuiten. Een aparte plaat waar we onze machines afspuiten via de olie- en vetafscheider en nog een aparte ruimte voor de spuit om die neer te zetten als er iets lekt, dat dat dan ook weer niet meegaat. Alleen nu de regel opleggen 0,0, ja, dat gaat niet. Ons idee is, als wij middelen die we nog nooit gebruikt hebben in ons bedrijf en die worden gevonden en daar hebben we een overschrijding op, ja, ik kan daar geen zorg voor dragen. Hetzelfde als jij te hard rijdt en ik zie niet bij jou in de auto. Kan ik ook niet zeggen, ja. Hoe zit dat? Thank you for watching this update about Dutch farming company Franzen Agriculture. We hope you have enjoyed the footage from the 2023 season and Frank's insights into the business. We will, of course, be back when the new tractors arrive and get to work, so stay tuned for the next update. See you next time. Bye-bye.